mag ik van jullie een enorm applaus voor de brons medaille van de dubbel 2, Roos de Jong, Lisa Schijnaert. Dit is, je weet niet, je had dit niet helemaal, je wist niet wat het moest zijn, hè? Hoe het eruit zag, of wel? Nee. Een beetje daar op de beelden wel, ja. Een beetje gekeken, hoe ervaar je het? Ja, heel erg vet. Ja, het is toch wel overweldigend allemaal. Ja. En als je kijkt naar, ik ga even tussen jullie instaan, want dan kan de camera daar je net makkelijker filmen. Als je kijkt naar deze plak, wat zie je dan als je hier naar kijkt? Welk verhaal zit daarachter voor jullie? Ah, ik denk gewoon... een bevestiging van ons plan dat we nu al een paar jaar hebben. En dat, ja, zo van het risico dat we met elkaar genomen hebben, dat ontzettend goed uitgepakt heeft. En dat we daar gewoon super trots op kunnen zijn. En waarom was het een risico, jullie met elkaar? Nou ja, de hoofdcoach had het niet altijd, was het niet altijd met ons eens. En ik denk dat wij echt zelf meer vertrouwen hadden dan hem af en toe. Maar uiteindelijk kreeg hem toch gewoon mee. En wat gaf jullie vertrouwen om het met elkaar op deze manier te doen met uiteindelijk dit resultaat? Ik denk dat we gewoon elk jaar wel echt voelden dat we nog harder konden en beter konden. Dus daar gewoon keihard voor gewerkt elk jaar om het ook te doen. En ik denk dat het gelukt is. Ook jullie krijgen natuurlijk... Ja! Zijn het ook jouw huisgenoten? Zeker. Zijn het ook jouw huisgenoten? Ja, joh. Jullie wonen allemaal met bij elkaar in één huis? Ja, eigenlijk wel, ja. Nee, met z'n drieën. Marieke, ik en straks zijn de vier zonder Iemtje. Oh, oké. Okay. Leuk, veel medailles. Hoeveel medailles zijn in huis dan met jullie drie dus? Ja, drie, ja. Dus dat is wel leuk. Het is ook een beetje jullie medaille. Jullie krijgen ook een mooi cadeau. En daar wil ik iemand naar voren halen die belangrijk is geweest voor jullie. Althans, belangrijk is geweest voor het feit dat jullie zo samen varen. Ik wil heel erg naar voren Nienke van Zijp. Ja. Nienke, wat is jouw rol gespeeld dat deze twee vrouwen in een boot zitten? Ik heb in 2019 mocht ik Lisa en Roos coachen op het WK. En toen wonnen ze ook een prachtige bronzen medaille. Dus ik ben enorm trots, ja. Wat maakt ze zo'n goed duo? Ja, vooral allebei altijd toch net even wat meer doen dan nodig. Als er 20 kilometer op het schema staat en je kan nog een half baantje, dan doen we dat half baantje toch even extra. En gewoon altijd vol toewijding gaan en het volste vertrouwen hebben in elkaar. En geloven dat als je samen aan de start ligt, dat je het beste in elkaar naar boven haalt. En dat hebben ze gedaan. Wat zou je nog tegen ze willen zeggen? Nou, ik ben enorm trots. Dat wisten jullie al. Ik wil jullie onwijs feliciteren. Echt mega knap hoe jullie onder deze omstandigheden het gewoon samen geflikt hebben. Heel goed jullie eigen plan gedaan. En ga hier gewoon heel erg van genieten. Jullie zijn echt toppers. Alsjeblieft. Geef ze een applaus. Laat hem zien. Laat hem zien. Laat hem zien. En loop nog een keer naar voren, maar laat nog een keer, gaan we lekker nog een keer naar voren. Is voor jullie. Roos Jong, Lisa Schijnaert.